Wat is er gebeurd? Hallo, zijn we weer. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Wij hebben eventjes heel wat anders vandaag. Wij gaan jullie introduceren naar insectenvoedsel. Ja. Beestjes eten. Ik heb voor een poosje terug, video hebben jullie misschien wel gezien, een avondje gehad bij Starter Ultra. Daarbij was Jan Fokke Oosterhof was onze spreker. We zullen hem even laten zien. Dit is zijn Facebook pagina. Dus like hem ook eventjes. Hij was daar zo dus gastspreker om ons wegwijs te maken een beetje in het voedingsverhaal. Hij heeft de Marathon de Sable heeft hij gelopen. Naar zeggen de zwaarste voetrace ter wereld. 274 kilometer door de Sahara woestijn. En hij heeft daar ook een boek over geschreven. Rennen voor je leven heet het boek. Vind je dat leuk? Kijk er eventjes na. Maar wat hij ons vertelde, dat hij heeft die marathon heeft hij gelopen onder andere op insectenvoedsel. Dat was zijn sponsor. Dus hij had zoiets van naar die mensen toe van, goh, hoe zou het leuk zou het wel niet zijn als je mensen kunt laten zien dat je zoiets kunt lopen, gewoon simpelweg op insecten. Nou, zo zijn wij ermee in aanraking gekomen. Toen dachten wij van, goh, dat is misschien wel leuk om jullie dat ook een beetje te laten meebeleven, erin wegwijs te maken. Wij hebben contact opgezocht met Jimmy's, het merk van deze producten. Een beetje te zien zo, ja. Hartstikke leuk. En we laten nu eventjes een beetje zien van wat wij hebben gekregen. Voor de test. Voor de test. Daar gaan we ermee lopen. En dan komen we weer terug in de studio en dan gaan we een oordeel vellen over hoe makkelijk het te eten is. Het zijn tenslotte wel beestjes. Dat zijn krekels, dacht ik. Dat zijn krekels. En dit zijn meelwormen. En hier zit van alles in. Hier zitten sprinkhanen in. Oh nee, crickets. Dus dat zijn ook krekels, crickets. Maar er zitten ook smaakjes aan. Dit is donkere chocolade en vijg. Nou, gemaakt met krekel. Deze is abrikoos met goji en chia. Oh, klinkt heel gezond. Zie. Dit is appel, kaneel en karamel. Klinkt heel goed. Klinkt goed. Dus daar gaan we eventjes mee bezig. Daar gaan we mee lopen. Gaan we eten. Komen we terug. Laten we jullie weten wat wij ervan vonden. Ja. Of die smaken een beetje te doen zijn. En of ik het naar beneden kan krijgen. Oh ja, erin gaat wel. Maar of het erin blijft. Wij zijn dat natuurlijk helemaal niet gewend. Hè? En er zit wel zo'n handig blaadje bij. Waarom insecten eten. Dus om kort eventjes wat te noemen. Al meer dan 2 miljard mensen eten insecten. Nou ja, goed, hartstikke goed. Ze zijn lekker. Daar valt over te discussiëren. Bevatten evenveel vitamine B1, B2, B12 als rundvlees. Daar heb ik eerder van gehoord. Ja, bevat evenveel omega 3 en 6 als vis. Nou, goed. Bevatten heel veel eiwitten. Dat wisten we al. Dat is heel goed. Voor spierafstel. Ja, insecten bevatten essentiële mineralen zoals ijzer en zink. Ja, geweldig. Bevatten alle essentiële aminozuren. Je eet stiekem al 500 gram insecten per jaar. Die wat je zo nog bijna slukt tijdens het trailen. Ja, of die. Nou ja, ik heb dat wel gehoord, hè, dat je als je van die dadels koopt in de winkel, gewoon zo'n dingetje, ja, dat daar soms ook een wormpje in zit en die gaan ook gewoon mee erin. Ja, precies. Per kilo eiwit als eindproduct hebben insecten veel minder ruimte, voedsel en water nodig dan eiwit uit runderen, varkens of kippen. Nou goed, ik zal proberen in de tussentijd of ik ergens een onderzoekje kan vinden wat dit allemaal kan staven. Want dit zijn natuurlijk allemaal claims. En dan gaan we lekker lopen.
gaan we dat eten. Gaan we eens kijken. Als we in één keer een hoop PR'tjes lopen allemaal op Strava. Nou, dan weten jullie het al. Hè? Dan is het allemaal aan de insecten. Zo'n vaas zal het niet lopen. Maar het is wel hartstikke leuk. En interessant natuurlijk. Ja, een alternatief voor de nauwterrein. Ja, ook nog. Kijk, want deze, er zit best wel veel in hoor. Eens even kijken, wat staat hier? Hè? Dus een reepje is 40 gram. Dus het weegt niks. Het is handzaam. Past makkelijk in de zakjes van je rugzak. Mm-hmm. Oh, ik mag deze niet eten. Oh, waarom niet? Er staat hier, healthy cure for your cravings. Ik ben craving trails. Ah. Hey, wat is dat nou weer? Dat kan helemaal niet, hè? Nee, ja. Goed. Goed voor je workouts. Ik ga even kijken. Ja, hè? Ja. Dat kan allemaal niet. Hè. Mensen niet aan de insecten, dan ga je van ons af. Eens even kijken wat hier staat. Per reep levert dit op calorieën 407 per 100 gram. Ja, en per reep 163,6 calorieën. Dus eigenlijk is het ook nog goed als je een dieet volgt. Krijg je toch genoeg voedingsstoffen binnen. Ja. Maar het is eigenlijk relatief weinig calorieën. Ja, maar wel hoogwaardig. Dus toch kun je daar ook wel zo je energie uithalen. En alles zelf hoog houden. Nou, hartstikke leuk. We gaan ermee bezig. We komen daar straks eventjes op terug met het lopen. Dus dan gaan we nu naar het lopen. Hey. Hallo. Even een lekkere lunch. Ah. Ah, eens kijken. Ja. Wat hebben we vandaag? Wormpjes? Ja, meelwormen. Kijkers? Ja. Rijp. We kijken nog twee rijpjes. Deze. Ja. En deze. Die. Ah, okay. Dat is goed. Wat ben jij? Ja, geen idee. Ik weet eigenlijk niet wat ik wil. ik heb die krekeltjes, die heb ik al geprobeerd bij de Starter Ultra avondcursus. En een van die reepjes ook. Ja. Dus ja, maakt niet uit. Ik denk dat we gewoon eventjes van allemaal een klein hapje nemen. Ja, oké. Kijken we even wat de smaak is. Ja. We beginnen met de worm. En dan zien we straks wel of we als een idioot kunnen lopen. Oké. En wat wormpjes voor mij. Nou. Salai. Nou. Zout. Een beetje zouter. Lekker. Ja. Licht knisperend. Lijkt een beetje op Cheetos van die chips. Ben je nog een beetje? Oh. Okay. Lekker. Mm-hmm. Maar je ziet ook een beetje, ziet ook een beetje knoflooksmaak aan, geloof ik, hè? Ja, ze zijn gekruid, ja. Maar je zou eigenlijk niet denken dat je meelwormpjes aan het eten bent. Nee. Hoe eigenlijk best. Het smaakt best lekker. Ik ga het eens proberen. Krekeltjes. Ook gigantisch vandaag. Zal ik iets meer moeite mee hebben? Ja. Ja, je moet niet kijken wat je... Oh. Niet kijken. Want het zijn gewoon. Het zijn gewoon echt beestjes. Okay. Ja, het zijn iets knapperiger. Het idee alleen. Maar. Ja. Het is niet vies. Nee. Het is, ja. Ook zout, natuurlijk. Beetje zoutig. Iets knapperiger als de meelwormpjes. Die zijn heel licht en luchtig. En deze die is meer een beetje een nootje, een knapperig nootje. Ja, eigenlijk wel goed te doen. Moet je niet aan kijken, want je weet wat je aan het eten bent. Nee, dan moet je mee wachten tot je ze doorgeslikt hebt. Het idee alleen aan. Ja. Maar ja, het is niet goed vies, te doen, hè? Ja. Zout. Helemaal goed. Nou ja, als het werkt, nou. Ja. Een stokje rijp. Appel, kaneel, karamellerij. Oh, oké. Okay. Eens kijken wat dat... Stokje voor jou. Ja. Een beetje kleverige textuur. Ja. Een beetje net als van die vijgenrepen. Neutraal. Eigenlijk. Je proeft de appel. Ja. Nootjes zitten erin. Uh-huh. Ja. Appel. Ik proef eigenlijk alleen maar appel. Ik proef geen appel. Kaneel en ook geen karamel. Kaneel wel. Ja. Ja? Ja.
duurt eventjes. Moet je hem voor, dus, op de tong, voor op de tong pakken. Hij is zoet, een heel klein beetje zout. Heel goed te eten eigenlijk. Nee, is lekker. Nou, en de andere te proberen. Dark chocolate. En krekel. Vijg. Donkere chocola met vijg. En die is gemaakt met krekelmeel. Dark chocolate met krekel. Nou, het is in ieder geval donkerbruin. Dus dat scheelt alweer. Ruik ook naar chocola. Deze had ik ook op die avond bij dinges. Ik proef iets fruitigs. Ja, dat zal de vijg dan zijn. Er zit toch kersen in zitten? Er zitten vijg in. Ja. Maar, klopt. Maar, het is net alsof ik iets van kersen proef. Ja, ik vind deze niet zo lekker. Maar, dat komt door de chocola, denk ik. Die maakt hem een beetje bitter. De andere is beter. Ja, hè? Maar? Nee, ja, persoonlijke smaak. Ah, persoonlijke smaak, als je van donkere chocola houdt. Lekker. Ja, smaak komt goed door in ieder geval. Ik vind het wel eng hoor, met die wind. Ja, het waait hard hè, kijk. Oeh, het waait hard vandaag. Nou. Nou, de volgende reep. Volgende. En de laatste. Het is abrikoos met goji en chia. Oh. En ook krijgen. Aha. Stukjes worden wel steeds kleiner. Oh, je ziet de goji bessen in. Ja, die ziet ze zo. Oh, grappig, kijk. Maar die eten wij al. Chia zaadjes zie je ook. Even laten inwerken. Deze is eigenlijk een beetje... Is neutraal? Neutraal. Ja? Een beetje... Ja, lekker. Dan heb ik eens wat. Een beetje een haverachtig idee. Ja, precies. Neutraal. Er zit structuur in. Vaag in de verte proef je de goji best. Er zit een klein zuurtje in. Een klein zuurtje. Maar het is niet zoet of zo? Ook niet zout? Nee. Het is heel neutraal eigenlijk. Die kun je altijd wel naar binnen krijgen, ook al heb je geen behoefte aan eten. Ja, precies. Nou, is het goed. Het smaakt aardig. Ja, je moet natuurlijk eraan wennen. Vooral aan het zakje zelf. Ja. Dat zijn we niet gewend. Maar als je het zo gewoon eet en je denkt even niet eraan wat je eet, dan is het eigenlijk heel goed te doen. Ja. Dan denk je van ja, waarom vond ik dat vies? Ja, is het idee hè. We zijn allemaal natuurlijk opgevoed met dat insecten, dat zijn vieze beestjes. Dus ongedierte. Ja, hè, die kruipen overal en... En het idee dat je die dan moet gaan eten, ja, dat staat je heel erg tegen. Maar deze worden natuurlijk gewoon gekweekt. Dus er zijn speciaal zijn daar loodsen voor waar de omstandigheden gekweekt worden om die beestjes te kunnen maken. Ja. En daarna, laat maar zeggen, dan maken ze er gewoon voedsel van. Ja, heel logisch eigenlijk. Dus, onze test van Jiminy's, ja, hartstikke goed. Dus, wij komen daar zo in de studio nog even op terug. Uh-huh. En dan, dan gaan we daar nog eventjes een slotverhaaltje aan vertellen. Hartstikke leuk. Goed zo. Okay. Goed zo. Doei! Doei. Goed, hallo iedereen. Wij zijn zojuist teruggekomen uit het bos naar een rondje lopen. Hebben jullie gezien. Ja. We hebben lekker gedoucht. Ja, heel lekker fris. Fris en fruitig. Ja. En wij hebben dit allemaal gegeten. Ja. Dat hebben jullie natuurlijk ook al gezien in het filmpje. Mm-hmm. Onderweg hebben we eigenlijk de rest van de reepjes genuttigd. Ja. Daarbij vond ik zelf die met appel, kaneel. Ja, die was het beste. Vond ik het lekkerste. Ja. Er zit echt een lekker een beetje een appelsmaakje aan. Ja. En die eigenlijk die met abrikoos. Ja, die had eigenlijk mensen. Heel neutraal. Ja. En die met donkere chocola. En ik vond hem een beetje zuur. Ja, en ik vond hem toen eigenlijk op de avond bij de Starter Ultra, had ik al zoiets van, ja, is het een beetje bitter. Ik had toen niet goed gelezen wat erin zat, maar dat komt natuurlijk door die chocola. Ah, ja. Die donkere chocola, die geeft een beetje die bittere smaak. En dat klopt ook wel met wat erop staat. Dus, ik heb dat niet zo ervaren. Nee. Ik vond het niet bitter, alleen een beetje zuurig van de bessen die erin zitten. Nee. Ik vond het zelfs iets weg hebben van een kersensmaak. Ja, dat kan. Nou, dat is goed. Okay, nou ja. Goed, deze beestjes die smaken voornamelijk naar de kruiden. En dan is het de textuur die eigenlijk maakt... Gewoon een beetje droog en knapperig. Ja, je had het over eetpapier, hè? Een beetje zo... Vooral de... De krekeltjes. De krekels. Die, ik proef een beetje... geen idee. Een beetje...
Droog. Beetje papieren. Ja, droog. Knapperig. Knapperig. Ja. En die wormpjes, ja, die doen eigenlijk bijna niks. Die zijn heel erg luchtig. Je moet je voorstellen, als je zo'n chipito chippy, maar dan heel klein. En dan nog iets luchtiger. En je eet het zo, poep, en het is ook wel weg. Ja, precies. Ja. Op zich wel hartstikke leuk. Ja. De rijpen die zijn wel iets, moet ik zeggen, iets vochtiger, iets natter. Ja, dat komt door de bestanddelen waarmee ze aangemaakt worden. Hè. Er worden natuurlijk dingen zoals vijgen en dergelijke worden gebruikt om die repen hun vorm te geven. Ja. Dat blijft niet van zichzelf plakken. Dus je moet er best wel lang op kouwen, hè, eer je ze weg hebt. En een beetje naspoelen met water of spoor eraan. Ja. Want anders blijft het een beetje te lang in de mond hangen. Zo. Ja, inderdaad. Wat ik wel vond, dat weet ik niet. Ja, hier is natuurlijk voor die insecten zelf is natuurlijk helemaal geen vergelijkingsmateriaal. Ja. Maar voor de repen, we kennen natuurlijk allemaal wel de energy bars en dergelijke die we onderweg meenemen, de notenrepen. Ja. Heb ik even een klein beetje wat uiteengezet om aan te geven wat de prijs is van die dingetjes. Ja. Wat we allemaal kennen is bijvoorbeeld de powerbar. Ja. Dan zit je op een doosje van 18 repen zit je op een €30,90. Dus dan zit je op €1,72 per reep. Ja. De Cliff Bar, ook bekend bij mensen. €20,90 voor 12 repen, wat ik zo gauw even op internet heb kunnen vinden, zit op €1,74 per reep. Dus dat zit dicht bij elkaar. De Raw Energy repen, die zijn vrij voordelig. Waarom weet ik niet. €18,90 per 24 repen. Ja. Dus dan zit je op 79 cent per reep. Dat is heel verschil. Ja. Een heel verschil. Daarentegen heb je bijvoorbeeld de System Sports, Science and Sports System Energy Bar 60. Nee, de Energy Bar Go. Go. Ik heb een slecht antwoord. Die zijn weer vrij aan de prijs voor een hele doos. Maar er zitten wel 30 repen in een doos. Dus dan betaal je €41,90. Omgerekend zit je dan op €1,40 per reep. Dus dat is per reep is dat wel weer voordelig. Ja, ja. Daarentegen de Jiminy's repen, die zijn iets duurder. Dan zit je op €23,90 voor 12 repen. En dan kom je aan €1,99 per reep. Ja, dat is al met al per reep valt dat eigenlijk nog wel mee, dat verschil. Ja, ja. Dus de reden om die te gaan eten, dat zal niet zijn omdat je geld wil besparen. Ik denk dat voor de meeste van ons, dat die dat een keer proberen, dat ze nieuwsgierig zullen zijn. Ja. Daarentegen kun je daarmee misschien een klein verschil maken in voor ons milieu. Ja. Want als je insecten eet, eet je geen andere dieren, koeien, schapen, geiten, vis, terwijl de voedingswaarde er toch in zitten. Misschien is het wel iets voor vegetariërs, tenminste. Ja, ik weet niet of dat kan als je, ik bedoel, het is uiteindelijk toch een diertje. Ja, hè? Precies. Ja, en ik weet niet hoe dat werkt eigenlijk, je hebt vegetariërs, je hebt veganisten. Ja. En als je daar wat van weet, ben je vegetariër of dergelijke. Ik heb het ook niet opgezocht. Ja, zet het eventjes onder in de commentbox. Eet je als vegetariër, eet je dan wel insecten? Geen idee. Of niet? Of niet? Geen idee. Leuk topic. Dus met al met al had ik dat eventjes uitgezocht. Dus voornamelijk eet je dat denk ik om een verschil te maken voor de CO2-uitstoot. Vooralsnog zeggen ze van je hebt minder uitstoot om het te produceren. Je hebt een kleinschaligere soort van fabriek, broeikas. Ze hebben een fabriek om dat klaar te maken. Maar er zijn boeren die dat kweken, die insecten. Dus dat gaat natuurlijk in gewoon in grote gebouwen, in hokjes en dergelijke. Maar daar heb je veel minder CO2-uitstoot. Je hebt minder water nodig voor die diertjes om ze te kweken. En al met al dus beter voor ons milieu. Wat betreft de energie tijdens het lopen. Ja. Ja, ik merk eigenlijk helemaal geen verschil met bijvoorbeeld een eiwitreep of een notenreep. Nee. Maar het is niet zo dat ik er opeens superveel energie van krijg. Dat ik zomaar 5 kilometer verder kan lopen. Ja. Dus. Nou ja, dat is eigenlijk ook wel weer goed. Ja. Want kijk, ze zeggen high energy, high protein. En we weten natuurlijk allemaal de wondermiddeltjes, behalve doping, wat we hierdaags een keer gaan testen. Heb je eigenlijk geen andere energievoorraden
als gewoon de suikers, dus de enkelvoudige koolhydraten, meervoudige koolhydraten, dan krijg je je proteïne en je vetten. Ja. En dus dat bepaalt hoeveel energie je uit een product kan halen. Ja. En het enige, de keuze die je dan moet maken van hoe hoogwaardig die energievorm is. Hè? Waar haal je het uit? Ja. En dat is er natuurlijk een heel goed product voor. Dus dat is goed. Maar je verwacht er geen verwonderen van. Je gaat niet in één keer super hard lopen. En je gaat ook niet zoomen en dergelijke. Zoals in een filmpje. Dus maar wel eventjes een leuk experimentje. Is het wat voor jou? Kijk eventjes gewoon op hun website. Ik zal een link van hun onderin plaatsen in de omschrijving. Ja, kun je er even kijken gaan nemen. Ja, deze producten nog een hele hoop andere producten waar insecten in verwerkt zijn. Ja. Dus ook pasta's. Ik zag staan voor pasta's, soort macaroni-achtige dingen. En je kunt koken met gewoon insecten die voor glazen zijn van te koken. Die kun je ergens in verwerken. Ik zag zelfs iets met cupcakes voorbij komen. Dus hartstikke leuk. Lijkt het je wat? Kijk eventjes op hun website. Tot die tijd vind je dit soort video's leuk. Like het eventjes. Abonneer op ons kanaal. Vergeet ook niet op de notificatiebel te klikken. Dan krijg je een bericht zodra er weer een nieuwe video online is. Dan bedanken we jullie voor het kijken. En dan zeggen we samen... See you on the trails! Nou, dat werkt goed. Stok licht, man. Ja, hè. Net of ik vleugels.